de derde ronde. Vier foto's op rij, één hoort daar niet bij. Oftewel, wie is de 90-jarige Captain Kirk tussen de echte ruimtevaarders? Voor beide vier bronnen van ongemak. R. Kelly. Een 12-jarige jongen uit Groningen. Brussel. En ene Baudet. Oeh. Oeh. Dat is wel mooi. Dat is toch geweldig, dit, Klaas? Dat je dus R. Kelly laat zien. Ja. En bij Baudet iedereen... Ja. Dat is toch wel heftig. Dat is wel zo. Dat is wel heftig. Misschien weten zij iets van Thierry wat wij niet weten. Zou kunnen. Ja, die jongen, voor die jongen is er nog hoop. Nou, ik vind die jongen, Klaas, deze jongen... dat is toch het mooiste verhaal van deze week. Vertel het me. Heb je dat niet gehoord? Nee. Die jongen is 12 jaar en zijn oma is ziek. Die wilde hij bezoeken. Maar hij is een kind van gescheiden ouders. Daar is een soort conflict ontstaan over vaccineren. Oh, en die jongen die heeft bij de rechter laten beslissen dat hij een vaccinatie mag... zodat hij zijn grootmoeder mag bezoeken. Ah. Dat is toch... Dat is hè, als je nou politicus was geweest, had je kunnen zeggen... voor dit soort jongens zijn wij opgericht. Voel maar hij heeft zijn vader aangeklaagd? Dus... En zijn ouders. Zijn moeder mocht het wel... Maar als ik dat vroeger geweten had, jongen, dat je je ouders aan kon klagen... dan was elke kleine ruzie geëindigd in juridisch getouwtrek. Er waren honderden mensen geweest. Nooit gepest. Nou. Ja. Maar hij vindt, R. Kelly vindt ook dat je iedereen moet kunnen volspuiten. Vooral 12-jarigen. Alleen kinderen, ja, precies. Ja. Alleen kinderen, ja. Dat is al een duidelijke oplossing. Dat is al een overeenkomst. Maar het kan toch niet zo zijn dat Thierry Baudet hier uiteindelijk het beste afkomt, zeg maar. Ik kan me gewoon niet voorstellen. Nou, Thierry Baudet kijkt alsof hij net naar de muziek van R. Kelly heeft moeten luisteren. Maar nee, dit gaat over rechtszaken dus. Dus ja. Er is een rechtszaak geweest tegen R. Kelly. Gelukkig is hij veroordeeld. Waarbij de rechter heeft gezegd... ik heb nog nooit zo'n enge predator meegemaakt in mijn carrière als rechter. Er is in Europa geprocedeerd voor de snoertjes. Ja, de universele oplader. Dat je hem overal in kunt steken. Ja. Dan hebben we er al drie. Now we're getting somewhere, Klaas. Ja, dan hoort alleen Thierry er niet bij dan, toch? Nee. Nee. Ja, ga eens door, want is dat lekker... Maar dus daar is een rechtszaak. En heeft Thierry een rechtszaak? Nee. Nou, deze week is een keertje niet. Hij heeft niet zoveel rechtszaken, hè? Nee. Hij vindt best verbazingwekkend vooral, wat hij allemaal uitkraamt. Wat was er aan de hand deze week met meneer Baudet? Die aanhalingstekens, of was dat alweer voor? Oh, ja. Ja. Mm-hmm. Over de Holocaust. Ja. Ah. Maar was het deze week? Ja, wat me wel opvalt is dat hij... Je leest in de... Want ik zit natuurlijk vanuit België naar ons land te kijken. Er verschijnt helemaal niks in kranten of op media of op nieuwsites... over wat hij nou weer... Je moet echt diep dark web op... om erachter te komen wat die man gedaan heeft. Ja. Dat is toch fijn voor België? Ja, nee, maar dat je gewoon niet zo heel ver hier vandaan... een Bourgondisch leven kunt leiden en gewoon dezelfde taal spreken... en niet weet dat Thierry Baudet bestaat. Die hebben het goed voor elkaar. Ja, hij heeft Holocaust tussen aanhalingstekens geplaatst. Maar dat vind ik dan laf. Ik bedoel, ga dan all the way. Ik bedoel, je wil iedereen provoceren op de kast krijgen door te zeggen Holocaust... en dan happen en dan zegt hij tegen zijn vrienden van... kijk, ze happen, sukkels. En daarna gaat hij zeggen, nee, het was een citaat. Heb je gezien toen hij dat zei? Toen hij dat zei? Dus, nee, dat is een citaat. Heb je die beelden gezien? Nee, ik heb die beelden niet gezien. Nou, iemand? Ja. Nou, wat vond je ervan? Leuk. Ik ga zo hard Jeroen Boer vervangen. Oh, eindelijk succes. Nee, maar hij keek er toch bij als iemand die de touch totaal kwijt was. Ja, maar hij was een beetje bang. Hij zat echt gewoon te liegen. Het was een beetje zielig. Het zijn enge beelden aan het worden. Ja. Hij lijkt een beetje... Een beetje... Maar bedoelde hij met holocaust... bedoelde hij dat er geen holocaust geweest... Ik snap niet. Nee, citaat. De verdachtmaking was dat hij zegt... er is dus nooit een holocaust geweest. Anders zet je het niet tussen aanhalingstekens. Oh, zogenaamde holocaust. Ja. Dus de holocaust, zoals jullie het altijd noemen. Dat is, die categorie. Ja. Zoiets, ja. En, goed, nou even de oplossing voor de punten, Niels. Maar... Dus er is daar komt geen rechtszaak van. Ja. Is dat de oplossing? Nou ja, ongeveer wel, ja. Ja, dus daar komt dan geen rechtszaak van. Omdat... Punten! High five! Fantastisch! Heerlijk! Leuk hoor.
omdat er geen rechtszaak van komt. Ja, reken ik ook. Van goed. De vorige ja, een gezellige dit, sfeer. Dit is perfect. Ja. Uw brood is klaar. Oh, alles komt weer terug. Oh, Niels Kassa, 3 alsjeblieft. Het doet nog steeds pijn. Oh. Slissen. Hij slist gewoon. 3 van de 4 vechten iets aan. R. Kelly is deze week schuldig bevonden aan onder meer seksuele uitbuiting, mensenhandel en afpersing. Hij en zijn fans lieten weten dit aan te vechten. Een 12-jarige jongen sleepte zijn vader voor de rechter. Die wilde niet dat de jongen werd gevaccineerd. En de jongen wilde zijn ernstig zieke oma bezoeken die aan longkanker leidt. Maar hij is bang dat hij haar besmet en dat zij daar uiteindelijk aan zou kunnen overlijden. Er moet een universele oplader komen voor alle apparaten. Apple verzet zich als enige en Brussel vecht dat nu aan. En Baudet hoort er niet bij. Hij vergeleek voor de zoveelste keer het coronabeleid met de Tweede Wereldoorlog. Hoewel mensen nog steeds verbaasd reageren daarop, wordt dit nergens officieel aangevochten. Als Baudet corona met de Tweede Wereldoorlog vergelijkt, dan vergelijk ik Thierry Baudet met de supermarktoorlog. Hij krijgt veel te veel aandacht, het gaat helemaal nergens over en uiteindelijk is het allemaal schandalig goedkoop. Iedere keer is de vader van de 12-jarige jongen nu vraagt of hij even zijn kamer op wil ruimen, krijgt hij als reactie: u hoort nog van mijn advocaat. Als je een kind hebt die een rechtszaak tegen je begint, dan ben je als ouder 1 ding zeker: die krijgt te veel zakgeld. Hey internetgebruiker, dit was de video alweer. Tandtoekort. Gelukkig zijn er meer video's. Lid, abonneer je of klik hier op de video. Wel jammer van je data. Kijk maar. Nice.